de A-finale van de Girls 9 en 10 jaar. Voor Mikos zien wij daar Senna Schutman. De Russe Sal Spierings. Mikos Jill Rauw. 3-10 Lynn Bruaris. Oostraaf in de mix Bo Makking. En Geldermanse Jill Vogelpoel. Dames, zet hem op. Sterk en die pakt hier een hole shot in deze baan achtervolgd door de Bloemwaters die natuurlijk ook sterk is en ook groot is. En daarachter komt dan wat kleine meisjes als Bo Makking. Die doet zijn pressen te doen, maar het is vooral toch Vogelpoel die vooraan gaat in deze strijd. Zij heeft het pad geslagen voor Bloemwaters. Daarachter wordt het nog spannend met Makking en Bloemwaters. Wat gaat er gebeuren? Makking gaat er op de voorbij komen. Of gaat ze dat niet nog eens? Toch Bloemwaters die het op kracht gaat doen. We gaan het zien in de laatste bocht waar Makking dan haar kans moet slaan. Maar het gaat er waarschijnlijk niet toe komen met Bloemwaters op die tweede plek. De eerste positie is in handen van Vogelpoel en blijft erbij. Gefeliciteerd.